Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Als jij in deze KKD geen nacompetitie had, dan heb je het echt heel slecht gedaan. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FCM. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. Ja, en naast mij, of eigenlijk tegenover mij, zit natuurlijk clubwatcher, mede-clubwatcher Pim Ziegers. En tegenover mij de man met een vers tegeltje voor het stadion. Topscorer alle tijden. Meeste wedstrijden voor de club ooit. Nou, dan is het al geen geheim meer natuurlijk. Michel van Oostrum. Fijn dat je er bent, Michel. Ja, zeker. Eerst maar eventjes naar dat moment van vrijdag. Want een uur voor de wedstrijd tegen Cambuur werd het shirtje van een tegel getrokken. En daar stond hij dan. De derde tegel voor het stadion voor clubiconen. Gereserveerd. Een prachtig eer, denk ik, of niet? Nou, zeg dat. Ja. Ik was er eigenlijk verrast door alle commotie en belangstelling voor het, op het plein voor het stadion. Dus dat verraste me wel een beetje. Ja. Maar buiten dat, heel erg leuk. Ja, terechte tegel natuurlijk, hè, Pim. Dus ja, volkomen. Het is eentje zonder discussie. Ja, misschien had het eerst moeten zijn, maar ja. dat is de enige discussie. Ja, precies. Nee, ja. Van harte, hartstikke mooi. Ik ben de eerste speler, hè. Ja, dus, dat is waar. Zeker. Ja, dat is ook meer. Maar waarom verrast door de belangstelling? Het stond een grote groep voor supporters. Ja, dat... Je had zelf nog een gastenlijst ingediend, volgens mij. Ik had een kleine gastenlijstje ingediend. En die mensen waren er ook bijna allemaal. De mensen die niet konden, waren op vakantie. Ja. Dus we hadden ook een legitieme reden om niet aanwezig te zijn. Maar ja, verrast. Je kunt van alles bedenken over clubicoon, topscorer alle tijden. Maar laten we wel zijn. Het is wel 21 jaar geleden dat ik mijn laatste wedstrijd heb gespeeld voor FCM. Dus mede door die gedachte eigenlijk best wel verrast. En nou, op de eerste rij, buiten je dochters en je vrouw, maar Piet Wokkema, Jan Kelder, dat soort lui. Ja, nou bijzonder. Ja. Piet in zijn scootmobiel is wat minder mobiel. Die zit niet heel vaak meer bij wedstrijden, volgens mij. Dus, dus nu, en nu kwam hij wel. Ja, zeker. Ja. Hetzelfde geldt voor Jan Kelder. Komt volgens mij niet meer. Jos Vos, visboer in Emmen. En in mijn eerste periode Emmen, eigenlijk degene die de kantine beheerde. Ja, dus heel veel mensen heeft zien komen en zien gaan. Mm-hmm. Niet onbelangrijk getuige op mijn huwelijk. Ah, kijk. Dus heel belangrijk dat hij erbij was. Ja. En Martin Drent niet te vergeten. Ja. Zit er een overeenkomst tussen die mannen? Want Kelder is natuurlijk bekend als groot geldschieter. Volgens mij heeft hij nog een tijdje jouw transferrechten gehad. Toch? Zeker, ja. En dat wist je niet, toch? Dat heb ik een tijdje niet geweten. Maar ik dacht eerst nog van de transfersom hebben ze een nieuwe lichtmast aangeschaft. Is ook gebeurd trouwens. En Jan een gedeelte transferrechten. Maar Jan is voor mij sowieso bijzonder. Want in die periode... na mijn eerste periode ben ik naar Cambuur gegaan in de Eredivisie. Fantastische tijd gehad trouwens. Mm-hmm. Maar ja, op een gegeven moment hield het daar op. En ik wilde best wel graag terug naar Emmen. Azin Grieven was de trainer. En die dacht, nou, die vervelende Van Oosteren moeten we er niet bij hebben. Maar Jan Kelder heeft er toen voor gezorgd. Gaan we even in gesprek met elkaar. Ja. En kijken of we alsnog... tot elkaar kunnen komen. En dat is gebeurd. Die eerste ontmoeting tussen Grieven en jou op de Oude Meerdijk. Ja. Volgens mij was jij nog even wat administratieve handelingen aan zeker, het verrichten. Ja. En hij feliciteerde jou met... Ja, en toen zei ik, u ook gefeliciteerd, trainer. Ja. Nou ja. Dat bevestigt een aantal dingen bij hem, of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat is uiteindelijk wel de mooiste... in mijn beleving de mooiste... En mijn periode geweest sowieso voor mij, voor de club. Mm-hmm. En ik denk dat het daar echt is ingezet dat men wat ambitieuzer is geworden richting Eredivisie. Dus we hebben toch 4-5 jaar achter elkaar na competitie gespeeld. Waarbij Azin Grieven voor het grootste gedeelte daarvoor verantwoordelijk is geweest. Zijn 2 keer per dag aan trainen bijvoorbeeld. Werden full profs in plaats van 5 uur 's middags trainen. Ja. Dus hele cultuur...
Een shock anders. Eigenlijk. Ja. Inderdaad wat anders. Ja. En ja, dat is eigenlijk wel goed gegaan. Azing had ik ook uitgenodigd. Die zou ook gewoon komen, maar die zat in het buitenland. Spanje geloof ik. Ja, ja, zeker. Laten we even gewoon, we gaan straks natuurlijk ook hebben over de wedstrijd tegen Cambuur. Maar ook nog even over gewoon jouw carrière bij FC Emmen. Want jij komt dan als Amsterdams jochie, ga jij naar Emmen toe. Ja, dan kun je ook niet bevroeden van ik word hier een clubicoon, denk ik. Want wat denk je op zo'n moment? Nou, sterker, in 88 of 89, ik ben in 89 vertrokken vanuit Pek Zwolle naar Basel, Zwitserland. Ja. Heb ik ook al ergens in Staphorst in een hotel gesproken met een aantal mensen van Emmen, ja. BVO Emmen. BVO Emmen. Om naar Emmen te gaan, maar toen dacht ik echt van, dat ga ik echt niet doen. Nee. Dat heb ik, en waarom niet? Nou, ik dacht dat Basel dichterbij was voor mij dan Emmen. dat bleek niet zo te zijn. Maar nee, ik had het gevoel van, er stond één tribune. Net vanuit de amateurs betaald voetbal. Ja. En het is maar een vooroordeel, uiteraard. Mm-hmm. Dus als je daar niet echt goed in verdiept, dan weet je ook niet beter. Nee, snap ik. Dus dat is hem niet geworden. Totdat ik in Zwitserland uiteindelijk wel had gezien daar. En weer op een normaal profniveau wilde spelen. En toen is Ben Hendricks, de toenmalige trainer van Emmen. Daar hebben we weer contact mee gehad. En ja. Zo is dat eigenlijk begonnen, 1990. Ja, want we hebben elkaar vorige week even gebeld, hè, toen bekend werd dat jij die tegel kreeg, tenminste bekend werd voor ons. Toen zei ik van in de eerste periode ben ik echt geweldig opgevangen, ook daar in Emmen. Kun je uitleggen hoe dat dan was? Want ik kan me voorstellen dat het een behoorlijke cultuurshock kan zijn ook wel voor jou. Ja, cultuurshock vooral. Dat je gaat verhuizen. Hè? Want je gaat natuurlijk niet in Lelystad, waar ik nu weer woon en toen ook gedeeltelijk woonde. Ga je niet heen en weer reizen. Dus je moet ook gaan wonen in Emmen. Ja. En dan komen er een aantal mensen in beeld die, die willen helpen, die willen meedenken, meedoen. En dan, dat vind ik wel belangrijk. En achteraf is allemaal makkelijk praten, uiteraard. Op dat moment besef je niet zo heel goed dat die mensen er dan op een speciale manier voor je zijn geweest. En dat is eigenlijk in mijn tweede periode, en ik heb ook nog een derde periode Emma gehad, ja. Zijn die altijd gebleven en altijd contact mee gehouden. Ook op bruiloften bijvoorbeeld of andere feesten, altijd contact mee gehad. Nogmaals, en vooral gehouden, dat is het belangrijkste denk ik. Die je gewoon vrienden mag noemen. En ik noem niet heel gauw iemand een vriend. Mm-hmm. Maar dat vond ik best bijzonder. Ja, want hoe kan het zijn dat jouw visboer jouw getuige wordt? Hoe is dat gegaan? Nou, Jos Vos, want daar hebben we het over. Mm-hmm. Is een van de eerste die waar je mee kon praten, zeg maar. Dus in de kantine. Dus de man toen achter de kantine en spelershome. En als er dan goede resultaten waren of mindere resultaten, ja, je kon bij hem altijd gewoon vertellen wat je ervan vond. Ja. En een beetje schelden tegen elkaar. Ja. Gewoon op een leuke manier. Mm-hmm. Dus, maar Jos is altijd voor spelers er geweest. Zeker in die beginperiode. En dat contact is gebleven. En dat is erg leuk. Zijn er eigenlijk overeenkomsten tussen de volksaard van de Zuidoost-Drenthe en de Amsterdammer? Het ook wel met Grim natuurlijk, een hoofdtrainer uit Amsterdam, die een beetje zo'n klein beetje Drentse humor in zich heeft, wat niet altijd gesnapt wordt, maar... Nee, Fred moet je wel snappen af en toe. Ja, precies. Nou ja, er zijn zeker overeenkomsten, maar ik heb het geluk gehad dat ik bij meerdere volksclubs heb gespeeld. En ik weet niet of je Emmen echt een volksclub kunt noemen. Ik denk het wel hoor. Mm-hmm. Maar ik denk daarin toch nog meer aan Cambuur bijvoorbeeld. Ja, mm-hmm. Midden in een volkswijk, een echte volkswijk. Zeker. En daar heb ik ook een fantastische periode gehad. Een gedeelte in de Eredivisie en een gedeelte in de Eerste Divisie. Met altijd publiek op de tribune, maar werkelijk altijd. Mm-hmm. Altijd meeleven in de stad leeft het enorm. Dus daar kun je zeker vergelijken. De Graafschap heb ik mogen spelen. Dat is ook een echte volksclub, vind ik. Dan ga je qua de Graafschap weliswaar wat meer richting het Emmense, zeg maar. Mm-hmm. Ook qua beleving en hoe de mensen zijn. Dus
We hebben deze podcast veel over de relatie tussen supporters en spelers. En hoe dat in de loop van de tijd verandert. Misschien ook professioneel wordt. Een soort professionele afstand ertussen. Dat je meer broodspelers hebt die dan niet per se een band kunnen opbouwen met de achterban. Hoe was dat in jouw tijd? Ik ken de verhalen van de Chocomel in het spelen of in het supportershonk. Ja, goed. Ja. Ja, in die periode, en ik denk dat het nu wat minder is, omdat er, kijk naar alle social media bijvoorbeeld, ja. Dat je daar ook mee te maken hebt en dat spelers daar wat toegankelijker lijken. Mm-hmm. Maar bij mij kwamen mensen gewoon aan de deur, of voor een foto. Of ik zou zeggen, want in jouw tijd was het gewoon nog dat je ook in de boekjes, dat je gewoon je adres stond er gewoon bij, weet je wel? Ja, dat was in mijn jeugdperiode bij Ajax met name. Daar stonden gewoon letterlijk alle adressen daar woont hij. Ga er maar langs. Ja. En dat is in de Emmen-periode was het trouwens al niet meer zo hoor. Maar zeker als je in Emmen woont en het gaat goed, dan weet men wel waar je woont. Ja. En ik had laatst, juist door het gebeuren met die mooie tegel, heb ik wat op de socials gedeeld. Van LinkedIn tot aan Facebook en Instagram, et cetera. En ik zag een bericht van een mevrouw die zei uit de periode, en mijn eerste periode zelfs, dus echt lang geleden, van je hebt toen nog een keer belangeloos een meisjesteam getraind voor ons. Echt? En dat heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt. Ik weet dat niet meer, maar dat men dat nog steeds weet. Zeg wel wat, ja. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, jij zei iets over Chocomel in supporters. Voor mij is dat een totaal onbekende anekdote, dus ik weet niet wat daar... Het is een beetje met Jan Oosting, vader van Jozef, begonnen. Ook een van de jongens die ik had uitgenodigd trouwens, kon ook niet aanwezig zijn, helaas. Maar... ik heb met Jan een bijzondere vriendschapsband opgebouwd. Zijn een aantal keren met onze gezin op vakantie geweest. Mm-hmm. WK Amerika 94 bijvoorbeeld zijn we met z'n allen geweest. Oh, welke wedstrijd even heel kort voor mij? Want dat was mijn eerste WK. Dus dan Nederland, Saudi-Arabië, België. Saudi-Arabië inderdaad. 0-1, Talment. Kopbal. Nederland, Ierland. Ja, Wim Jong twee keer. Foutje van de keeper. Niet de ballos. Patty Boner. Dat toernooi. Wil je Michel nou een vraag stellen? Of wil je gewoon jij? Ik wil gewoon echt leren. Ja, zeker. Gaat door puur dat gewoon. Jij hebt me door, Wim. Het spijt me. Bijna 44 graden geloof ik op de tribune daar. Met regendouches op de tribune. Maar goed. Jan dus. En die dronk in die periode gewoon een biertje bij Jos in de kantine. Mm-hmm. En ik lust geen bier. Nog steeds niet trouwens. Okay, En ik zei, doe mij maar een chocomelletje. En best lekker. En ik dronk die jongens een biertje. Ik een chocomel. Dus dat ging 1-1. Ja. Ja, dat is een beetje ontstaan. Maar weddenschapjes tussen jouw supports voor Kratje Chocomel? Kratje Chocomel. Ja, vooral scoren tegen Veendam was heel belangrijk. Nou, volgens mij heb ik altijd gescoord tegen Veendam. Dus de Kratje Chocomel die stroomde binnen. Want heb jij al die doelpunten nog? Want ik op Twitter zie ik enige regelmaat Gert Jansen. Die heeft volgens mij elke wedstrijd opgenomen. Op een VHS'je. En die stuurt denk ik wekelijks wel weer even een doelpuntje voor jou. Naar mij ook. Ja, heerlijk is dat toch? Of niet? Terug te zien lijkt me. Ja, de meeste kan ik me nog heel goed herinneren. Okay. Zeker als ik ze terugzie. Want had jij ze zelf nog op beeld bijvoorbeeld dan? Mijn vader heeft ooit op VHS opgenomen. Ja. En die liggen ergens op zolder. En ik heb nooit de moeite genomen om dat over te laten zetten. Dus die zullen wel verloren zijn nu. Maar ik vind heerlijke beelden als je die zelf keer stuurt. Ja, ik ook. Ik krijg wel regelmatig een vraag. Wat is nou je mooiste? En wat is nou dit en dat? En nogmaals, gelukkig. Ik ben ook trainer. Hè? Dus ik heb wel een voetbalgeheugen. Ja. Dus ik kan het allemaal wel redelijk halen. Ja. Dan ga ik ook de vraag stellen. Gewoon, wat is de mooiste? Van alle 196 zitten we geloof ik. Hè? Ja, die FCM had gepost op de verschillende, of heeft gepost op de verschillende socials. Die een goal tegen Eindhoven. Die ik eigenlijk een hele slechte aanname heb. Die bal stuitert en ik stift hem alsnog over de keeper heen. Dat is zo mooi. Ja. Maar ik kan me ook een omhaal herinneren tegen FC Groningen voor de beker. Ja. Die wonnen we. De tribune achter de goal was nog in aanbouw toen. Die wonnen we uit mijn hoofd met 4-1. En daar zat een omhaal bij. Ook lekker. Achter Lodewijk, volgens mij. Ja, heerlijk. Dat lijkt me dat heerlijk, joh. Maar gewoon bij zo'n club daadwerkelijk gewoon onderdeel van de historie te zijn.
Dat moet een goed gevoel nou ja, geven. Dat merk je of dat besef je eigenlijk niet op het moment dat je aan het spelen bent. Want je bent gewoon met voetbal bezig. En voor de rest helemaal niets. Nee. In mijn periode ook letterlijk helemaal niets. Gewoon nee. alleen voetbal. En dat, dat heeft best veel gebracht. En als achteraf daar dan zoveel waardering en respect voor komt. Dat, je ziet dat ook, je ziet er ook vrijdagavond. Wat ik zo opvallend vond, eigenlijk misschien ook helemaal niet, is dat de kringen omheen, dus de supporters die even aankomen lopen en bij zo'n monument zijn, die ook nog even met jou op de foto willen. En dat zie je ook op Twitter. Rick, jij, dan ben je een man van 50 plus. Ik kan me voorstellen dat je als jongetje het heel leuk vindt om met iemand een voetballer op de foto te gaan. Maar ja, bij beide zijn er 30 jaar bij opgekomen. En dan nog een soort met je idool op de foto. Hoe is dat om met volwassen mannen die jou nog als idool zien of als de grootste voetballer van hun club? Nou ja, ik had, zoals je hebt gezien, ik had vrouw en mijn drie dochters mee. En die dochters van mij, die kijken daar nog het meest verbaasd van. Gaan ze met jou op de foto? En later nog in de businessruimte hadden ze blijkbaar gezien dat er ergens aan de achterkant of achterin mensen stonden die twijfelden, die het wel graag wilden, maar toch niet durfden of zo. Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Hoor. Is dat de enige plek nog waar je dit overkomt? Of? Nou, qua foto nemen uiteraard wel. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, dat waar ik ook kom, het gaat altijd over Emma. Ja. Als we het over voetbal hebben, uiteraard. Mm-hmm. En dat vind ik nog wel bijzonder. Ook gezien het feit dat ik lang geleden ben gestopt. Ja. Maar dat is wat erin ze bleken natuurlijk. Hè? De directeur van FCM ook zei in zijn praatje vooraf. Die zei van, denk je aan FCM, dan denk ik toch ook meteen aan Michel van Oostermen. Dat is natuurlijk voor een hele generatie, was dat jaren 90. Hè? Emmen van Oostrum Emmen. Dat is eigenlijk wat je op dat moment had. Hè? Je bent twee keer topscorer geworden, voetballer van het jaar. Overigens, voetballer van het jaar. Ik zag nog een foto van jezelf, van je kledingkeuze. Ja, jaren 90 stijl. heb je dat over hem nog met die enorme witte boorden tot aan je schouders hingen? Ik denk naar een goed doel gegaan. zak van Max, denk ik. Het is echt een schitterende maar foto. Naast Ronald de Boer, Champions League winnaar. Het jaar daarvoor liep ik in het... ik ben twee keer voetbal van het jaar geworden. En liep ik in het clubkostuum van Emmen. Ja. Schandalig clubkostuum met een rode blouse. Voor mij een groene stropdas. En het mooie was, op het moment dat wij met de bus vanuit Emma richting Amsterdam, wat meen ik de eerste keer was in Amsterdam, in de Rai, speelde net Emma 2 tegen Cambuur 2, waar Frits Korbach aanwezig was. Die was later ook aanwezig waar we moesten zijn trouwens. Mm-hmm. En die Frits, die ziet mij, die kende ik uit mijn Cambuur periode. En die zegt, rij jij de bus vanavond? Dus ik zag eruit als een buschauffeur. Dus kun je er beter uitzien zoals in het tweede jaar. Met die enorme punten aan mijn blouse. Ja. Maar in die periode was dat blijkbaar heel erg hip. Ja, ja. Een van die schoenen die ligt ook, ligt ook in het museum van FCM. Staat die prachtig. Was er dan schoenen gefotoshopt op een van die foto's? Ik zag dat op jouw Facebook staan volgens mij. Dat bij die goal tegen RKC op mooie lottootjes. Die zei van ja, ik speelde helemaal niet op lottootjes toen. Het is niet gefotoshopt. Nee, oké. Nee. Ik was van de Copa Mundial. Ja, precies. Dat riep ik ook overal. Maar ik had in die tijd een contract met Lotto. Ah, dus ik moest op Lotto spelen. Dat waren groene. Hoe werd dat seizoen op de Lotto's? Prima. Ja, oké. Okay. Ja, inmiddels weer Copa Mundial gewoon? Of? Ja, die heb ik ook niet meer. Nee? Ik had er nog een paar in dozen staan, nieuw. Maar ik ben eentje van het weggeven. Zowel schoenen als shirts. En dan belden ze weer voor een goed doel of ik nog shirts had. En ik heb overal ja op gezegd. Ja. Maar tot mijn stomme verbazing hadden mijn vrouw, die was de zolder aan het opruimen. We hadden nog een doos met twee, drie, volgens mij Telstra-shirts tevoorschijn. Ja, dus, Oh, prachtig. Ja. Ja, want ik begreep dat Jari Liedman, die kocht dan inderdaad de dozen vol uit angst, zeg maar, dat ze niet meer gemaakt zouden worden. Volgens mij ook Copa Mundial. Het is tegenwoordig allemaal roze, groen, geel en blauw. Ja. En dat hoort er uiteraard allemaal bij. Maar in mijn beleving is Copa Mundial nog steeds... de mooiste en beste voetbalschap. Nou, dan zal het je goed doen dat ik bij Winsum 3 speel. Ik gewoon keurig op Copa Mundial. Heel goed, dus heel goed. Misschien dat ik op een lotto-schoen wel iets besteel. Ik had er natuurlijk geen hout van. even fast forward dan naar deze tijd. Want wat doe jij allemaal op dit moment, Michel? Op dit moment doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Okay. Ik ben trainer in het amateurvoetbal. Ja. Al voor het 19e jaar achter elkaar.
Ik heb de laatste 2 jaar voor 123 Inkt gewerkt. Mm-hmm. Dat is een online bedrijf eigenlijk. Ja. Maar ik werkte voor met een aantal collega's op de afdeling sponsoring. Ik werkte er inmiddels niet meer. Maar fantastische periode, veel geleerd. Ik moest even wennen aan het werken voor een baas. Ja. Hoe dan? Ja. Maar wij deden sportsponsoring in het voetbal. Ja. Sponsorde 35 amateurclubs in het land. Van Groningen tot aan Zeeland en alles ertussenin. Dat was eigenlijk meer een maatschappelijk dingetje vanuit de eigenaar van 123 Inkt. Ja. Die wilde heel graag dat iedereen de kans krijgt om in goede kleding te lopen. En dat er geen verschil moet zijn eigenlijk ouders met geld of ouders die wat minder te besteden hadden. Ja. Dus ik vond het een heel nobel doel waar ik graag aan heb meegewerkt. En wij hebben echt heel veel kinderen blij gemaakt met een mooi tenue, met een presentatiepak en een rugtas. Zodat iedereen fatsoenlijk naar zijn clubje kon gaan op de zaterdag. Ja. En dat is hartstikke mooi. Ja, en je bent nu trainer van Batavia. Ja. Dat stopt met het einde van het seizoen. Zeker. Op zoek nog naar een nieuwe club? Ja, niet heel actief meer. Maar we zitten natuurlijk rijkelijk laat al in het seizoen, mm-hmm, waar er veel trainers al zijn vastgelegd. En weet je, als je 19 jaar trainer bent, ik kan gelukkig zeggen dat, niet arrogant bedoeld, misschien komt het wel zo over, maar bij bijna alle clubs waar ik ben geweest, ben ik de best presterende trainer in de historie. Ja. Dus ik denk dat ik toch een aantal CV's, dingen... Okay, ja. Ik denk dat ik een aantal dingen best goed doe. Ja. Het voetbal begrijpen, snap, maar vooral spelers snap. Ja. En dat vind ik eigenlijk nog het mooiste van het trainen zijn. Met een spelersgroep bezig zijn. Beter maken waar het kan. Maar vooral presteren. Ja. Ambitieus zijn. En die ambitie heb ik nog steeds. Ja. En bij FCM ben je ook dit seizoen weer aan de slag gegaan. Bondscoach. Bondscoach, ja. Oud Emmen. Ja, zeker. Ja. Maar vertel eens even, hoe is dat gegaan? Want je was een beetje uit beeld bij Emmen. Of laat ik zo zeggen, het was niet per se een... Het ging niet heel soepel of zo tussen de club en jou, denk ik. Als ik denk hoe ik precies moet zeggen. Maar in ieder geval, er was niet een... Het wel of niet soepel... Werd een beetje genegeerd allemaal, het idee. Nou, weet je, als je er geen aandacht aan geeft omdat dingen onbegrepen zijn. Of misverstanden. Of dat je er gewoon simpelweg niet aan denkt. Ja. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, nee, zeker. Dus zonder daar meteen ergens de vinger op te leggen. Is het soms best lastig om daar de juiste ideeën of de juiste mensen of de juiste meningen bij elkaar te brengen. Ja. En het grappige is eigenlijk dat ik door Peter van Dijk, een van de sponsoren van de club, al heel lang sponsor van de club trouwens, ook al in mijn periode, die kom ik tegen op weg naar de playoff finale Almere City. Mm-hmm. Op de A6 bij een benzinepomp richting Almere. en gek genoeg is daar het contact eigenlijk min of meer weer een beetje ontstaan. En hij nodigde me uit om bij de tweede wedstrijd in Emmen te zijn. Maar helaas verloren en gedegradeerd. Mm-hmm. Maar op dat moment had ik wel weer het idee, toen ik in Emmen was. Ik dacht van oké. Veel herkenning, veel beleving weer. Supporters, businessclub. Het was voor mij eigenlijk een soort van reunie. En ik dacht, dit heb ik best wel gemist hier. En dan denk je misschien, ja, Lelystad, Emmen, dat is best een stukje rijden. Maar goed, wat zijn afstanden tegenwoordig? Ik heb voor mijn vak als trainer ook wel eens uren 10 minuten, uren en een kwartier moeten rijden. Maar goed, lang verhaal kort maken wat dat betreft. Daar zijn weer wat contacten ontstaan. En op een gegeven moment heeft Rinse Bleker, de algemeen directeur, mij gebeld. En gevraagd of we een keer kennis konden maken. Hij wilde graag kennis, en ik citeer even zijn woorden. Ik wil graag kennis maken met het clubicoon van FC Emmen. Ik denk, superleuk. Ja. En zo is dat contact eigenlijk ontstaan. En Mark Timmer heeft daar ook zijn steentje aan bijgedragen van de marketingafdeling. En zo zijn we eigenlijk maar eens begonnen om wat op te zetten. En dat heeft geresulteerd in een oud FCM. Zijn er andere functies op tafel geweest in die gesprekken? Nou, niet echt. Omdat ook dat ik ook aan tafel zit met mensen die daar simpelweg niet over gaan. Nee. Dus
Dan kun je wat dingen roepen of willen of denken. Maar assistent trainer was helemaal niet een gekke gedachte. Nee, geweest, dat vond ik ook niet. Ja. Maar ja, goed, dat is misschien iets voor later of zo. Maar daar hebben we heel summier over gesproken. Het ging meer over dat men heel graag wilde dat de band van oudspelers, de band met oudspelers, moet ik het beter gezegd, weer wat aangehaald ging worden. Want dat er geen contact of niet vaak contact tussen jou en de club is geweest de 10 jaar ervoor of de 15 jaar ervoor. Dat was niet per se clubicomische van Oostrum die, ik zeg even in mijn eigen woorden, genegeerd werd. Dat gold voor veel voormalig clubiconen, voormalig voetballers toch? Er waren weinig betrokkenheid. Ja, tussen. Nogmaals wat ik net al heb gezegd. Als je daar niet aan denkt, nee, of als je niet weet dat er bij hoort, of daar het besef niet hebt, en het is geen oordeel of zo, nee, of veroordeling, helemaal niet zelfs, dan kun je mensen ook achteraf gezien ook weer makkelijk praten, ook niet kwalijk nemen. Nee. Want je moet er wel een beetje een feeling bij hebben. Ja. Van hoe werkt dat nou? En hoe gaat het wel nou? Wel goed dat Rinsen bleek. Niet een Emmenaar. Hè? Niet iemand die nou echt een enorme binding had met die club in het verleden. Natuurlijk dat wel meteen dan door heeft gehad, toch? Dat is een mooi compliment voor hem. Zeker, maar Rins is ook een sportman. Ja. Dus dat helpt ook mee. Ja. Kijk, wij vinden dingen heel normaal. Ja. Ik heb alleen maar bijvoorbeeld in de jeugd bij IJs gespeeld. Ik ben wel 2 jaar contractspeler geweest. Maar daar word ik gewoon regelmatig uitgenodigd. Ik heb nooit 1 officiële wedstrijd in de eerste gespeeld. Nee. En wil ik naar Cambuur of wil ik naar de Graafschap of weet ik wat, dan kan dat. Of naar PEC Zwolle, liggen er gewoon kaarten klaar. Ja. En het gaat niet om een tientje wat een kaartje kost. Nee. Maar het idee. Het gaat altijd om het idee. Ja. En daar zijn spelers best gevoelig voor. Ja. En dat merk ik ook aan... Als ik mensen vraag, oud-spelers voor oud-FCM, zijn allemaal super enthousiast. Leuk. En ik zou zeggen, want hoe zijn de reacties? Want je hebt al mensen benaderd, denk ik. Hoe reageren zij erop? Ja, geweldig. Ja. Iedereen vindt het superleuk. Zijn ook super enthousiast. En willen ook gewoon, mits het toelaten, de fysieke gesteldheid hebben we het ook mee te maken. Willen ze sowieso graag komen. Ja. Kijk, en het uiteindelijke voetballen zometeen op zich. Ik denk dat daar toch wat bijzaak wordt. Ondanks dat we echt wedstrijden gaan spelen. Hoor. We pakken het ook serieus aan. Mm-hmm. Alleen het in de kleedkamer zijn of in een ruimte zijn met spelers van vroeger. Is en een beetje prachtig. Zeuren en zeiken over hoe goed we wel niet waren vroeger. En hoe slecht het tegenwoordig is. Ja, ja. Wat natuurlijk niet zo is. Nee. Maar dat is natuurlijk het mooiste. Kijk, afgelopen vrijdag ook, dan spreek ik weer Frank Veldwijk, Marco Daan, Etienne Barmerlo, dat soort gasten die vanaf dag 1 eigenlijk zeker Frank en Marco en Etienne in mijn tweede periode. Ja, dat zijn nog een paar van de weinige jongens die er gewoon altijd zijn. Ja. Die zijn letterlijk iedere thuiswedstrijd zijn ze, volgen alles. En ja, laten we eens kijken of we inmiddels dit initiatief ook daar wat meer belevingen. Maar je hebt nu bijvoorbeeld een appgroepje, toch? Waarin je met die gasten zit? Nou, een groepje. Ik heb 200 namen doorgekregen van Mark Timmer. Ja. En we hebben daar zelf wel een kleine selectie in gemaakt. Ik ben tenslotte trainer, dus ik bepaal het gewoon. En aanvoerder en spits, toch? Aanvoerder, spits, nummer 10. Ja, heel goed. Dus dat gaat goed komen. Maar weet je, als je denkt aan, er zijn genoeg spelers bijvoorbeeld die 2-3 wedstrijden in het eerste van hem hebben gespeeld. Ja, ik vind niet dat je... Nee, dan ben je wel... En uiteraard zijn die van harte welkom om bij de club te komen. Mm-hmm. Ik denk dat de club, praat ik even voor mijn beurt hoor, maar dat die best wel welkom zijn. Maar we moeten wel ergens een grens trekken, vind ik. Waarvoor je uitgenodigd kunt worden voor FCM. Kun je nog een beetje voetballen? Ja, ik ben 10 kilo te zwaar, maar wordt daar gewerkt. Wordt er gewerkt. Ja. En van welke speler heb jij nog hoge verwachtingen? Van wie heb je het idee van, die is nog steeds knetterfit en balvaardig? Ja, en, eigenlijk van helemaal niemand. Okay. Dat is alleen maar leuk om te kijken. Ja, maar het is wel goed hoor, omdat je gewoon lekker die... Ook inderdaad, hè, wat Prim al zei in het begin, dat je die oude mannen al hebt, zeg maar, die met jou op de foto nog willen. Het is voor hen natuurlijk ook prachtig om ergens straks gewoon... Ja. Op een veldje gewoon hun helden van wel leren. Nou, je hebt natuurlijk ook verschillende periodes in de clubhistorie. Ja. Dus je hebt je eigen periode, je eigen teamgenoten pakken we eigenlijk de hele jaren 90 mee. Ja, daarvoor zijn het echt veteranen natuurlijk. Maar eigenlijk tussen 2000 en nu. En misschien zelfs tot recent, even los van of je hem uitnodigt in Jan Keurkoops voor het oud FC Emmen. Maar hoe er nu wordt omgegaan met spelers die lang iets betekenen. Jeroen Veldmaat hebben we bijvoorbeeld zelf gehad. Toch tot vorig jaar je aanvoerde.
geen officieel afscheid gekregen voor het publiek of FCM. Ik weet dus niet waar dat ligt en hoe dat ligt. Mm-hmm. Maar ik merk ook gewoon de afgelopen jaren dat er nog wel eens spelers vertrekken. Eigenlijk ja, geruisloos. Terwijl ik toch minimaal vind dat je als club daar een soort nog een rode loper moet uitleggen. En heel veel supporters de kans moet geven om van clubiconen afscheid te nemen. Ja. Zijn dat ook dingen waar jij dan nog een, even los van oud FCM, nu nog een rol in speelt? Van, zijn dat ook die recente afscheidsnemers? Dat zijn zeker dingen die wellicht besproken gaan worden. Zeker als ik dit nu weer hoor. Ik was een aantal weken geleden bij Ajax tegen NEC. Er werd voor de wedstrijd afscheid genomen van Edson Alvarez. Nou, dat is gewoon geweldig. Zit je wel in een arena met 50.000 mensen. Maar ja, op een leuk stadion, een vol stadion op de Middijk. Daar afscheid nemen. Ik kan je vertellen, dat lijkt me ook leuk hoor. Nee, zeker. Dus, heb jij nooit gehad? Of ben jij nog toegezongen door een vol Oude Middijk ooit? Niet in een vol Oude Middijk. nam afscheid na competitiewedstrijd volgens mij tegen FC Den Bosch thuis. Oké. En was ik ook niet meer, niet meer goed genoeg of zo. Om die wedstrijd wat leuk te kunnen doen. Nee. Maar nu het zegt, eigenlijk niet. Nee. Maar goed, laten we niet iets terughalen van 21 jaar geleden. Het zou goed zijn, toch? Afscheid 22 jaar, inderdaad. Of ik echt prima. Ik denk dat Zuid-Wiede de prima nog een kratje chocomel kan regelen. Die chocomel is het minste probleem. Ja, precies. Ja. We moeten natuurlijk ook nog even hebben over de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Want sinds een tegel ligt, verliest FCM natuurlijk niet meer. Nee, lijkt me logisch. Het was een beetje toch de angst dat er weer puntverlies worden geleden. Maar ze deden het knap. Hoe heb jij naar de wedstrijd gekeken? Wat vond jij ervan? Nou, sowieso terechte overwinning. Ik denk dat Cambuur geen moment echt in de wedstrijd is geweest. Ik denk dat een aantal, en ook dat is makkelijk praten, zeker achteraf, dat een aantal met het hoofd al bij de halve finale beker waren. Mm-hmm. Willen geen schorsing oplopen, geen blessures oplopen. En hoe je het ook went of keert, of je het nou bewust doet of onbewust, het speelt 100% mee. Ja. En dan hoor ik Henk de Jonge, de trainer, na verloop, die hoor ik eigenlijk hetzelfde zeggen. En nogmaals, bewust of onbewust, dat speelt echt mee. Kijk, ben je NEC, die ook halve finale beker speelt. Ja, daar is het op een of andere manier toch, zijn die er toch anders mee om. FC Groningen kunnen misschien gaan. Ook wel, hè? Ook 0-0 tegen Helmond Sport. 0-0 tegen Helmond Sport, maar ik heb ook daar wat kansen voorbij zien komen, waardoor de wedstrijd misschien toch wel beslist zou kunnen worden. Maar je ziet de aanvoerder van NEC gaat gewoon met een blessure af. En die gaat echt niet de halve finale spelen. Nee. Wanneer speelt NEC? Morgen of overmorgen? Ik denk woensdag, zeg ik. Maar dat weet ik ook niet eens zeker. Op. Nee, morgen kan buren. Okay. Dinsdag dus. Dus die mist gewoon halve finale beker. Ja. En of er nou extra spanning op staat of extra weet ik veel wat. Blijkbaar helpt het toch mee. Of in dit geval niet mee. Nee. En ik denk dat FCM er daar optimaal van heeft geprofiteerd. Wat zie je voor FCM de komende weken, maanden nog gebeuren? Heb je het idee dat de play-offs haalbaar zijn? Dat promotie nog steeds een reële droom is? Of zeg je van nou dit seizoen is, ik vind een hele rare KKD, hè, moeten we het tegenwoordig zeggen. Met de jong teams vind ik sowieso belachelijk dat die meedoen. Dat is echt competitievervalsing ten top. Mm-hmm. Terug naar FCM. Zonder daar meteen echt een waardeoordeel over te vellen. Maar als jij in deze KKD geen nacompetitie had, dan heb je het echt heel slecht gedaan. Ja? Ja. En waarom vind je dat? Nou, omdat het kwalitatief niet de top 10 prima. Mm-hmm. Maar met alle respect gezegd, de ploegen die onderin staan, die staat er uiteraard niet voor niks onderaan. Mm-hmm. Maar dat vind ik van een dusdanig niveau dat je daar, daar mag je niet eens denken aan punten verspelen. Nee. Dus ik denk dat FCM gewoon na competitie gaat halen. Ja, en hebben ze dan ook nog een kans op promotie? Hebben ze altijd een kans dan? Je hebt altijd een kans, want terugdenkend aan de eerste promotie van FCM, stond volgens mij 7e of 8e geëindigd dat jaar. Ja. En gelukkig gaat het met de eerste wedstrijd tegen NEC. Ja. Waarin je thuis, meen ik, 4-1 speelt. En uit binnen no time 3-0 achter staat. Ja. Met dikke volgens mij was het 5-1 thuis of zo. En 5-0 thuis, 5-1 uit. Zoiets was het. Ja, maar nogmaals, het werd daar heel schouw. 3-0. En voor hetzelfde geld wordt 4-0 weer gewoon weg. En heeft niemand meer over Eredivisie. Klopt. Nee. Dus zo raar kan het gaan. En dat zou best dit jaar ook
ook kunnen gebeuren. Dat men het niet meer verwacht. En uiteindelijk, dat is echt KKD. Hè? Men verwacht het niet en het gebeurt toch. Ja. Welke spelers kunnen jou bekoren van dit FCM'en? Nou, weet je, het is heel simpel om te zeggen dat een jongen als Kief de Belt bijvoorbeeld, die een tijd, ik vind het best knap, een tijd niet spelen, een tijd eruit geweest, nu weer aanvoerder en scoren en belangrijk zijn voor het team. Dat vind ik wel leuk om, om te zien. Was een genot om te zien na afgelopen over. Nou ja, dat dus. Maasschal Kief de Belt noemen wij op een gegeven moment wel verdedigd als aanvallend. Dus nou ja, maar dat is onbegrijpelijk dat hij die 3-4 maanden niet gespeeld heeft. Nou ja, toch, als dat zal men zijn redenen voor hebben. Kijk, wij maken geen trainingen mee, wij maken geen besprekingen mee. Dus vanaf de zijlijn is het erg makkelijk oordelen van waarom dit en waarom dat. Ja. Men roept ook altijd... Ik ook. Ja. Maar daar word ik op tv wel eens doodmoe van. Ja. Dat is een geweldige trainer. En denk aan Want. Hoezo? Ja. Kijk, dat Guardiola een goede trainer is, dat, misschien wel dat, dat denk ik ook. Ja. Maar wie weet nou of ik een goede trainer ben bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat weten mijn spelers. Mm-hmm. Maar dat als je vanaf de zijlijn kijkt, want je maakt geen trainingen van mij mee, je maakt de bespreking niet mee, omgang met spelers. Dus, want kun jij iets over Fred Grim zeggen dan bijvoorbeeld? Of zeg je van, daar kan ik dan ook eigenlijk niet echt over oordelen? Nou ja, behalve zijn prestaties bij zijn vorige clubs, waar hij het in mijn beleving gewoon goed heeft gedaan. Mm-hmm. En ik ken hem natuurlijk persoonlijk vanuit mijn Ajax en Cambuur periode. Ja. Ja, denk ik. Kijk, als jij 2-0 voor staat tegen Den Haag en 2-0 voor staat tegen NAC. En je verliest twee keer met 3-2. Ja. Zijn de trainers schuld of is er matig verdedigd? Nou ja, of, kijk, het is bij die wedstrijd gebeurd, maar ook vorige week Roda 2-1, 3-2. Ja, dat is een goede vraag. Is het dan de trainers schuld? Want het is natuurlijk wel een patroontje is erin te zien. Ik weet niet of het de trainers schuld is. Wat vind jij? Nou, als het structureel is, dan moet je toch eens kijken naar de spelers die daar, die daar staan. Of je echt... bijvoorbeeld de 3-2 die uit mijn hoofd Roda maakt. Als je ziet hoe daar verdedigd wordt. Dat spelers gewoon met hun rug naar hun directe tegenstander staan. In de laatste seconde. Ja. Sterker, ver in blessuretijd. Ja. Ja, dat vind ik wel een dingetje hoor. Ja, jij hebt Grim nog wel geappt toch? Naar die wedstrijd van joh. Zeker. Ja, want als je 8 keer net al aangehaald. Ik ben zelf ook trainer. Dus je weet hoe men dan denkt. Ja. En hoe er over je gedacht wordt. Precies. En het belangrijkste is om je eigen koers te blijven varen. Dat is heel makkelijk gezegd, hè? Ja. Want ook trainers gaan dan twijfelen. Van ja, moet ik misschien niet dit? Of moet ik misschien zus? Of moet die spelen? Of moeten we anders? Kijk naar Ajax gisteren. Gaan ineens 5-3-2 spelen. Belachelijk. Hoe bedenk je het? En dan wordt zo'n arme rechtse bek, die wordt weer geslachtofferd. Omdat hij helemaal niet in die rol past daar en door iedereen in de steek wordt gelaten. Nee, lekker makkelijk voor Rus. Maar mag je daar dan als buitenstaander, want ik snap het hoor, wij zijn niet bij trainingen. Wij kunnen moeilijk oordelen, alhoewel onze podcast daar wel een beetje op drijft hoe het trainer dat doet. Maar kun je wel, ook over Grim, bijvoorbeeld wel als buitenstaanders, dus als clubvolgers en als supporters... in elk geval op zijn analyse een beetje afgaan... na afloop van een wedstrijd. Van, kun je het in elk geval uitleggen waarom... Nou, dat zeker, ja. Is dat wel een van de hoofdverantwoordelijkheden van een oefenmeester, toch? Nou, zeer zeker. Ja. Ja, hoe je het ook wendt of keert... als men je al niet eindverantwoordelijk vindt... dan voel je dat zelf wel. Ja. Dat voel je heel erg als trainer. Want er is voor een trainer niets ergers dan een wedstrijd verliezen. En zeker niet op de manier zoals het de laatste paar keer is gegaan. Mm-hmm. Dan denk je echt van... daar ga je ook niet van kunnen slapen. Daar denk je over na. Van had ik misschien dit, had ik misschien zus of zo. Maar beeldvorming... het is heel gevaarlijk om vanuit beeldvorming een trainer te beoordelen. Snap ik. Iedereen in mijn periode bij Berkum... werd ik altijd vergeleken met de trainer van Atletico Madrid. Ja. Waarom? Ja, ik ben ook fanatiek. Maar niemand heeft het over zijn ongelofelijke prestaties met Atletico. Dat is toch fantastisch. Ik heb ook Champions League gewonnen. Ja. Het gaat heel vaak om beeldvorming. Afgelopen vrijdag na afloop zei Grim gelukkig ook tevreden over tegen Cambuur. Van wat wij goed deden was bijvoorbeeld... ze uit de 16 houden. Waarvan ik dan denk van ja, wat betekent dat nou? Maar jij als spits kan dat natuurlijk ook wel even analyseren van waarom Emma dat afgelopen vrijdag dan zo goed deed. Dat zijn van die zinnetjes. Ik denk, nu legt hij iets uit wat van tevoren waarschijnlijk is besproken. Ja. En wat goed heeft uitgepakt dan een keer. Dat vind ik dan...
Nou ja, Cambuur speelt met veel lengte voorop. Ja. Snelheid aan de zijkanten, dus wat willen die? Die willen voorzetten geven op die lange spits. En ja, dan is het de bedoeling dat je die voorzet niet laat komen. Precies. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dan hou je uit de 16. Ja, precies. En als je wat hogere druk gaat zetten, wat Emmen gedaan heeft, dan, ja, dan komen ze niet zo makkelijk in je eigen 16. Aan de ene kant. Aan de andere kant, kijk naar Almere City bijvoorbeeld. Die spelen Atletico Madrid voetbal. Die rammen alles naar voren, spelen tweede bal en spelen vechtvoetbal. Ja, heeft men ook een oordeel over. Ja. Ik veroordeel het niet. Ik vind het zelfs mooi. Ik ben er regelmatig. Ik vind het zelfs mooi om te zien, omdat je je ploeg laat spelen naar de mogelijkheden die zij hebben. Ja. Ik wil ook wel, ik speel toevallig met mijn team wel 4-3-3 en nummer 10 aanvallend en vastzetten en positiespel spelen. Maar ik heb er spelers voor. Ja. Almere City heeft geen spelers ervoor om lekker positiespel tegen te tekenen tegen Feyenoord. Als je boven je stand voetbalt, zeg maar. Is dat, ja. Dus, maar is het dan, ja, wij hebben allemaal, omdat we Alex Pastoor, wij kennen hem dan van voor de camera. Hetzelfde geldt een beetje voor Fred Grim. Is dat dan een beetje je boodschap van, beoordeel nou niet alleen maar op hoe de goed gemeente over iemand denkt? Of hoe, nou ja, hoe wordt er naar Alex Pastoor gekeken? Ja. Beide handje. Ja, en arrogant mannetje. Altijd ja. Arrogant mannetje. Maar ja. Hoe dan? Ja. Ja. Ik kom hem vorig jaar een keer tegen in de businessclub bij Almere City. En hey Mies, ik wist niet eens meer dat hij mij kende. Maar, ja, ja. Ja, weet je, dus ik heb daar een ander beeld bij dan jullie wellicht. En de neutrale toeschouwer of de kijker voor de tv. Ja. En je hebt natuurlijk heel veel praatprogramma's die daar ook aan meedoen. Van ja, dat is een goede trainer. En ik denk, ja, want? Ja. Geen idee. Nou. Nog één overeenkomst tussen Michel en Michael Kieftenbelt? Doe maar. Wij zagen van tevoren natuurlijk bij de uitreiking van die tegel. Ik was heel blij dat nog een beetje op zijn emmers ging. Hè? Want de emmer dreigt op sommige momenten met ook nu het eren van de clubheld bijna professionele club te worden. Ja, ja. Dat Freddy Donkers nog gelukkig naar binnen moet lopen en zo'n laptopje aan moet drukken. Ja, om het filmpje te starten. Het filmpje staat nog op de loop. Dat daar nummer 9 ligt op het tegel, terwijl jij meestal nummer 10 speelt. Ja, 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 ja. Altijd. Dat vind ik altijd mooi dat het nog bij. Ik hou ervan dat dingen niet helemaal gepolijst zijn. Toch of niet? Dat is prachtig. Ja. Ja. We hebben het goed opgelost. We hebben hem Martin gegeven. Maar die compilatie van die prachtige doelpunt, dat is natuurlijk ook een compilatie bij van het juichen. En Michael Kieftenbelt had na zijn doelpunt ook zo'n heerlijke jaren 90 juich. Ja, zo'n sprongetje met één hand in de lucht. En ja. dat was volgens mij herkenbaar. Jij ook. Ja, sterker nog, ik ben daar regelmatig vereeuwigd op. Ik heb nog een heel mooi schilderij. Die is eigenlijk gemaakt door Paul Meijering uit Emmen. Ja. En dat heeft hij geschilderd vanuit een krantenknipsel. Ja, echt heel mooi. Ja, ja, echt een bizar mooie schilderij. Veel en veel te groot, maar echt, echt super mooi. Ja. En ja, dat. Ja, het is fijn juichen. Het is een beetje het juichen van Alan Shearer en zo. Weet je. Ja, mooi. Shearer deed het ook heel mooi. Ja, ja. Ja, ja, en ik had dan dat vingertje, het wijsvingertje. Ja, precies. Ja. Ja. Niet naar voren, maar omhoog. Ja, dus, ja, waarom? Weet ik veel. Als je scoort, dan doe je hele gekke dingen. Ja. Hoor. Ik heb wel in de hekken gehangen en gek gedaan. Ja, okay. Je bent gewoon heel even de weg kwijt aan. Ja. Ja. Komende vrijdag ben je er dan bij, Emmen Willem II? Zeker. Mooi. Ja. Wat verwacht je ervan? Nou, kijk, ook dat is weer voetbal. Na Emmen Cambuur verwacht men dan toch weer minimaal hetzelfde. Zeker, ja. Terwijl je tegen een echt een hele goede ploeg speelt. Waarschijnlijk de beste ploeg, constant. Ja. Geven het dan wel weg tegen Roda dit weekend. Maar uiteindelijk, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Uit was het redelijk kansloos uit mijn hoofd. 3-0 dacht ik. En ik ben wel nieuwsgierig. Dit is een wedstrijdje om naar uit te kijken. Zowel tegen de koploper. En aanhaken of afhaken, denk ik. Wordt weer genieten. Fijn dat je er was, Michel. Fijn dat jij er was, Pim. Nog één klein dingetje, want ik zei dat Jong twee keer scoorde tegen Ierland. Bergkamp maakte natuurlijk de 1-0. Het gaat allemaal. Mijn kennis moet natuurlijk wel, als ik hiermee als ik een beetje cool ga lopen doen, moet het natuurlijk allemaal wel goed hebben. Ja, en Jonk een masseltje door de benen van de keeper. Zeker. Ja. Fijn dat je er was, Michel. Dankjewel. We zien elkaar vrijdag hopelijk. En Pim, wij zien elkaar vrijdag ook. Zeker. En jullie horen ons volgende week weer. Tot dan. Radio Meerdijk. Radio Meerdijk, de podcast over FC Emmen. Radio Meerdijk.